Jeffrey Bruma, vanavond een 4-1 overwinning op Noorwegen. Tevreden na deze avond? Ja, tevreden. Ik bedoel, 4-1 gewonnen. Het was geen mooie wedstrijd. Op zich ook een goede wedstrijd in principe. Ik kwam 1-0 achter, heel slordig. Maar ja, toch 4-1 gewonnen. Dat is toch het belangrijkste in principe. Je komt in de eerste helft met een man meer te staan. Waarom komen jullie niet eerder doorheen? Waar gaat het fout? Nou, ik denk als je 11 tegen 11 speelt, dan is het in principe man tegen man. In principe heb je meer ruimtes. Alleen als je krijgt voor een rode kaart. In principe vond ik het heel jammer. Want 11 tegen 11 is toch wat leuker. En nu met 10 tegen 11 gaan ze inzakken. In principe spelen we alleen maar op hun helft. En houden ze de linies nog korter op elkaar. Wat in principe voor ons wat lastiger was. We hebben achterin over ruimte. Dus we moesten echt op hun helft de gaten zien te vinden. Wat ook moeilijk was in principe. Want de paas tussen linies hadden hun eruit. Dus de gaten waren moeilijk te vinden. Dus de eerste helft was daarom denk ik 0-0. In de tweede helft probeert ook nog door te gaan. Alleen helaas 1-0 achter. Daarna werden de ruimtes wat groter. En kwamen we er doorheen. Dit was de laatste oefenwedstrijd zoals het nu staat, richting het EK. Heb je het gevoel dat jullie er klaar voor zijn? Klaar voor was zeker op de goede weg. We hebben twee keer gewonnen deze week. Alleen met het EK komt er een lichte nieuwe spelers erbij. Dus dan moeten we weer in principe, is het beste team die speelt. Een nieuw team samenstellen. Dus dan moeten we ook wel zeker weer nog oefenen. En wedstrijden spelen voor we echt klaar voor het EK zijn. Hoe kijk je naar het feit dat die jongens terugkomen van het Nederlands elftal aan en dan ook met het zicht op jouw eigen positie? Ja, ik bedoel, we zijn nu de A-internationals, we hebben nu de voorkeur achterin. Dus daar moet je mee leven. Het is aan ons om ons ook bij die categorie te voegen. Het kan alleen door hard blijven werken, positief zijn. En ik denk ook een EK ben je alleen zeg maar, als iedereen echt gemotiveerd is. Als er twee spelen en de rest is ongemotiveerd, dan ga je niet winnen. Dus, als ik met EK meega en ik speel niet, is het natuurlijk heel jammer, maar ik ga wel keihard werken om toch in aanmerking te komen voor die positie. Ja. Afgelopen week zijn jullie in Israël geweest, hoe heb je dat ervaren? Het is anders. Het is natuurlijk een ander land. Het is een mooi klimaat, goede omstandigheden, goed hotel, goede locatie. Dus ik verwacht wel zeker een mooi toernooi.